Ik heb als voorbeeld voor de functionaliteit van die laagmaskers heb ik een aantal beelden uitgezocht in mijn catalogus. In dit geval beelden die we gemaakt hebben met module architectuur op de campus Deinze, waar we met behulp van verschillende opnames een hele traphal hebben inbelicht. We hadden één flits. En die hebben we op verschillende plaatsen gezet om daarmee eigenlijk de volledige traphal te kunnen inbelichten. Ik ga die beelden openen als lagen in Photoshop. Als de beelden open zijn, dan moet ik eerst en vooral gaan beslissen welke laag ik als beneden- of basislaag ga gebruiken. Ik ga hier dit beeld als onderste laag gebruiken en ik ga daar vervolgens dat tweede beeld boven leggen en tenslotte het derde beeld. Wat is nu de bedoeling? De bedoeling is dat ik met die tweede laag en een laagmasker daarop, dat ga ik activeren via het icoon laagmasker, eigenlijk in dat masker ga schilderen tot die figuren uit beeld verdwenen zijn. Ja, dus ik ga mijn penseel vrij groot maken, zodat ik heel zachte randen krijg aan dat penseel. En ik ga hier de figuren die hier in beeld stonden gaan wegschilderen. Ja, dat is heel eenvoudig door gewoon die zone te gaan schilderen. En door het feit dat ik met een groot penseel schilder met een zachte hand, is dat ook heel vaak weinig opvallend dat je daar hebt geschilderd. En dan heb ik nog een derde laag die wat meer licht geeft in die deuren hier onderaan. Ik zou ook hier eenvoudigweg een aanpassings- of een laagmasker kunnen gaan bijmaken en dan eigenlijk al de rest gaan wegschilderen. Ja, zodat van die laag alleen die blekere deur overblijft. Ja? Nu, dat is hier een klein beetje oppassen, hè, dat ik niet te ver of te dichtbij de rand ga schilderen. Maar dat voegt dus daar dit licht toe. Moet ik nog een klein beetje verder schilderen. En ik heb dus drie verschillende lagen. Mijn basislaag, ja, dan een tweede laag waarin dit zit en een derde laag waarin dit stukje zit. En de drie lagen samen, die gaan eigenlijk dit beeld in zijn geheel gaan vormen. Ja, dus een heel eenvoudige en toch zeer bruikbare toepassing van die laagmaskers. Omdat je soms niet kan vermijden dat je in een beeld stoorende elementen hebt die je eventueel zelf hebt moeten plaatsen, zoals onze flits in dit geval. En die kan je op deze manier heel eenvoudig gaan verbergen, gaan wegschilderen.